Als je bauxiete- en goudinkomsten vanaf 2014 weg komen te vallen, dan is het verwachtbaar dat er een begrotingstekort zal zijn. Dit zei NDP-parlementariër en gewezen vicepresident Ashwin Adin na de indiening van de jaarbegroting op het Onafhankelijkheidsplein. Adin gaf aan dat hij het goed vindt dat de president continuïteit van beleid heeft aangekondigd. Volgens de NDP-parlementariër is er een fundament gelegd dat gecontinueerd moet worden. Het stoort Adin wel dat de regering een sneer geeft naar het beleid van de vorige regering. Natuurlijk is het minder als je een sneer begint te geven. Ja, ongenuanceerd gaan zeggen, ja, de vorige regering is in mijn ogen een teken van zwakte. Het is een beetje kleingeestig, maar oké, dat soms politiek wordt dat gegeven, toch? Maar in de reële zin, als je kijkt naar het begrotingskort, dacht ik 19,7%. Er gaan miljarden dus een verschil zien. Er zijn hele projecten goed, die we horen, onderwijs, LVV, goede signalen. Onze bezorgdheid is natuurlijk bij COVID. Want je kunt niet zeggen, je voert de testen op en dan nemen besmettingen toe. En dan doe je testen omlaag en dan gaat de besmetting omlaag. Zo gaan we niet besmettingen beïnvloeden. Dus we hebben vaker gevraagd voor de cijfers. Eigenlijk wat ons een beetje bezighoudt nu is dat we zien, er is een toeland. Er komen vluchten hier naartoe. Waarom gebeurt dat? Vluchten dat er weer een tweede golf komt. En dan komt er nog een grace period voor mensen. Ontzien voor mensen om in een quarantaine te gaan. Dat zijn gevaarlijk, want straks krijg je weer een situatie waar een piek komt. Dus dat is wat ons bezighoudt. VHP-parlementariër Cedric van Samson vindt het goed dat de president heeft aangegeven dat de getroffen maatregelen zwaar zijn voor de minder draagkrachtige mensen. Van Samson is de mening toegedaan dat als de top niet op de hoogte is van de effecten van hun beleid, ze de plank totaal misslaan. Het eerste wat ik heb opgevangen uit de redenvoering van de president is dat hij op de hoogte is en weet wat de effecten zijn voor het volk. Het komt hard aan. Hij heeft ook aangegeven dat het belangrijkste is dat moet gebeuren. Is dat de mensen die het zwaarst getroffen zullen worden aan de onderkant, dat er goed gezorgd moet worden voor de opvang van die groep. Want die maatregelen die we moeten doorvoeren, dat is niet een keus van willen of kijken. Op deze korte termijn, om alles draaiende te houden in die economie, om ervoor te zorgen dat iedereen die in de afgelopen periode nou een bepaalde betrekking heeft gehad, een bepaald inkomsten heeft, dat die persoon gegarandeerd blijft van zijn inkomsten. Maar als je tegelijkertijd ook gaat naar die economie gezond maken. Je kan niet twee dingen tegelijk doen, maar er zullen altijd harde klappen komen. En die klappen moeten niet komen voor de mensen die het zwaarst zullen worden getroffen. Dus dat is het belangrijkste wat ik heb opgevangen over de huidige situatie van het land. Toch? Want als volksvertegenwoordiger krijgen we die kos-kosie van dit gaat hard, dit wordt hard. En wij vertegenwoordigen de mensen, dus we moeten het brengen naar de regering. Wat ik hier heb gehoord vandaag is dat het goed doorgedrongen is tot de regering. Wat de effecten zijn, wat het volk verwacht van deze regering. Tot zover VHP-parlementariër Cedric van Samson. Hij sprak na de indiening van de jaarbegroting op het Onafhankelijkheidsplein.